Welkom bij het verkeerslicht. Welkom bij de Scovillains. In de auto. Sorry. Zo. We zitten dus in de auto al best wel een tijdje. We zijn net op bezoek geweest bij Shari's Super Sambal in Huissen. Support your locals. Wow. En ik heb honger. En ik heb niet zozeer honger. Maar wij kwamen er net achter dat er een hot sauce hier in de auto ligt. En dat is super relaxed. Want wij komen nu langs de McDonald's. Je kent wel van dat liedje. Chilling with my homies, me and Mackie D. We are getting ready for... Hey, de sportschool. Daar zijn we lang niet geweest. Hallo. Dus ik dacht, laten we het nuttige met het aangename combineren. Ik heb namelijk die hot sauce in de zak zitten. Je bedoelt noodzakelijke, niet een nuttige. En, wat bedoel je nou, TJ? Gewoon het fijne. Okay. Ik heb namelijk die hot sauce in de zak. En we zijn nu bij de McDrive. Dus... we gaan een hot sauce review in de auto doen. Welkom bij McDonald's. Wilt u alstublieft doorrijden naar de volgende praatstal? Oh ja, zeker. Wat een stem, hè. Hier ben ik. Goedemiddag, zeg maar. Hallo. Hebben jullie ook kibbeling? Sorry? Hebben jullie kibbeling? Kibbeling? Ja. Nee. Oké, dan mag ik dan kip nuggets. Veggie, hè? Veggie, alsjeblieft. Veggie nuggets? Veggie nuggets. Die zijn er meer, sorry meneer. Echt? Ja. Dan gewone. Gewone? Ja. Gewone nuggets? Ja, doe maar dan. En dan hebben we 6, 9 of 20 stuk. Hoeveel? Als we 20 doen, hebben we ook geluncht. Dat is weer zo vet allemaal. Nee, 6. Doe maar 20. 20? Ja. En welke saus ben je erbij? We hebben zelf saus, maar doe maar mosterd. Hey, mosterd, ja. Ja. Barbecue ook? Ja. Barbecue. Hey, we hebben nu 20 kip nuggets. Ik heb 20 besteld. Dat is goed. Dat doen we hard voor het YouTube kanaal. Maar jij weet helemaal niet welke saus ik stiekem meegenomen heb. Nee. Ik denk vloeibare. Oh, heb ik het goed? Ik even je ogen dicht doen, want ik had niet genoeg tijd om hem in te pakken. Ik zie niks. Wat ga je doen? Kijk het. Doe je ogen open. Wow! Het is... van de Small Batch Fermenters. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maakt ook verder niet uit. Ik leer elke dag weer. Heartbeat Hot Sauce. Thunder Bay Ontario. Pineapple Habanero. Ooh. Ja, Pineapple Habanero. Yeah. A few moments later. Hallo! Wat moet ik doen? Car review! Nou, niet review over de car. De Hot Sauce in car review. Dat moet ik even iets bedenken. Wat gaan we proeven? Het is deze. Pineapple, dat is Engels voor ananas. En habanero is ook Engels voor habanero. Oh, ze hebben dus geen kibbeling bij de... Nee, kibbeling. Nou, Dennis, hou nou eens op. En wat voor saus gaan we daarbij eten? Barbecue? Nee. Wat dan? Wat hebben we nog meer? Curry? Ook niet. Wordt het dan mosterd? Yes. Nee. De heartbeat hot sauce. Zeker gek. Let's go. Ook in de auto. Schudden. Oeh. Nou, dat ging net goed. Echt eng dit. Oké. Okay. Oh. We hebben een druiper. De saus. Mag ik wel even zeggen dat de sauskleur... precies hetzelfde. ...zo goed past bij de kippen. Ja. Bij de kippen. Okay. Ik ga deze saus uiteraard weer beoordelen op 3 verschillende punten. Hoe pittig is de saus? Wat is de smaak? En hoeveel ga ik ervan zweten? We hadden opgezocht hoeveel Scoville-punten dit waren. En ik geloof 12.000. Ja, 12.000. En dat is... moet een grotere dat auto. Is hier. Ja, precies daar. Hier toch? Ja. Oké, ja. Nou, okay. Nou, smakelijk. Oké. Okay. Nou, dat staat ook op. Het is een pineapple habanero. Ik weet niet welke soort habanero's ze hebben gebruikt. De yellow habanero, denk ik. Denk ik ook. En dat klopt ook. Lekker saus. Ik ben normaal niet zo van de toevoegingen van fruit. En al helemaal niet als het pineapple is. Mm. Op kip, dat gaat me al snel richting een... pizza Hawaii. Ja, pizza Hawaii inderdaad. En als er iets niet de bedoeling is, dan is het je pizza als dessert opeten. Tenzij het een pizza Nutella is, alleen voor kinderen. Pittigheid. Ja. Hij heeft 12.000 Scoville units. 12.000 Scoville units, 5 keer heter dan Sambal Oelek. Oelek is net zo pittig als slagroom, dus dit is net zo pittig als pittige slagroom.
Een 1. Nee, een 1. Okay. Een 1 voor pittigheid. Smaak, ja, ik vind hem bijzonder lekker. Had ik eigenlijk niet verwacht. Ik geef de smaak, want je proeft goed de gele habanero. Je proeft goed de ananas. Wat is dat nou in het Engels? Ananas. Ananas, hè? Ja. Ananas? Ananas. Ananas, ja. Een 7,5. Oeh. Hij is echt lekker. Zweetrating 0,4. Oh. Ik weet niet of ik voel dat ik iets een beetje een warmpje krijg, zeg maar, op mijn hoofd. Mm. Nou, 0,5 dan. Heb je de stoelverwarmer nog aan? Een half. De auto is uit, TJ. Verkrijgbaar trouwens bij onze vrienden van... It's a pie! TJ, dan is het jouw beurt. Weet ik. Hallo, TJ. Hallo, Dennis. Hallo. Oh. Jij mag ook een kipnugget. Oh, met saus. Zit je nou achter de camera het kanen, hè? Camera? Wat een koek. Oeh, TJ. En wat vind jij? Ja, je moet er best wel veel op doen, anders proef je het niet. Ja, hij is wel licht. Maar... Dat doet mij denken. Oh, hij gaat denken hoor. Hmm. Dit doet altijd pijn bij je, dat weet ik. Als je naar zo'n wok-restaurant gaat, dan is er ook zo'n saus waar ook voor ananas... Heen? Walking? Het is een beetje een zoetzure saus. Mm-hmm. En hij doet me echt denken aan zo'n wok-restaurant saus. Oké. Okay. Weet niet of dat een compliment is. Nou, het zijn er heel veel wok-restaurants. Dat doet er ook een beetje in. Zo, flesjes op. Ik was sceptisch. Maar nou niet meer. Nee? Nee, ik vind hem echt lekker. Qua smaak, ja. Ik vind het wel echt heel lekker. Pas goed bij kip. Want het meest veelzijdige. Althans, ik weet niet of het kip is wat er in een kipnugget zit, maar ze verkopen het als kip. Ja. Maar het is eigenlijk roze, hè? Ja, is het? Ja. Klopt. Maar goed, voor een ander film. Ja, voor het leuk. Nou, ik wil toch ook wel een 7. Een 7 voor 7. Wat? Voor de smaak. Okay. Pittigheid, ja. B-roll. Sorry. Een 1,5 voor de pittigheid. Wel, het is niet... 1,5 voor de pittigheid? Ja, 1,5 voor de pittigheid. Zweet is een 0,1. Nee, dat mag niet. Ik had 0,5. Je moet wel... Oh, 0,5. Dus of 0 of 0,5. In principe ligt 0,1 dichter bij de 0 dan bij de 0,5. Ja, ik ben Aziatisch. Ik kan heel goed rekenen. 0,5. Oké. Okay. Voor de zweet. Zweetrating. Je mag ook 0 geven, hè? Nee, nou, dat wilde ik net en dan mocht het weer niet. Bij nader inzien, ik geef wel een 0. Oh, sorry. Ik heb dit nu gedaan. Zijn ze op? Dat was hem. Mocht je deze content nou leuk vinden... Leuk. Vind je ons leuk? Vind je het leuk dat we het in de auto doen deze keer? Laat even weten in de reacties, want dan kunnen we een beetje onderaan mixen met de settings waarin we gaan filmen. Oh, vergeet niet te abonneren, alsjeblieft. Dat is daaronder, kan je klikken op abonneren. Heel goed. Volg op Facebook en liken op Instagram. Tik-t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 ik-
Doei.